Ze zijn super gegaan. Gisteren hadden we men's doubles en women's doubles. En van 1 uur 's middags tot rond 5 uur in de middag. Dus heel veel rondjes gespeeld en iedereen heel enthousiast. Vanwege het gelimiteerde aantal van participants en ook het erg gevarieerde skill level moesten we alle groepen mixen, hè, om een beetje fair uit te komen. Dus het was een mix and match, zeg maar. Dus wat wel leuk was voor de participants, omdat iedereen met iedereen eigenlijk ging spelen. En tegen even sterke groepen. En vandaag is er mixed doubles gespeeld, dus gemengde teams. En ook daar, vanwege de verschillende skill levels, werd het uiteindelijk een mix and match. En dat is erg goed bevallen. We zijn net klaar. De laatste vrijwillige rondjes gaan nu nog even door. Want mensen houden gewoon niet op. Omdat het zo geweldig is om pickleball te spelen. Dat ze gewoon maar door blijven gaan. Ook al is de competition nu echt beëindigd. Het is al een hele tijd werd het al gespeeld. Privé door Amerikaanse mensen. Die dat al lang kenden. Omdat het al heel lang in Amerika wordt gespeeld. En die hier dus elk jaar komen. Voor een paar weken of maanden. En op $100 op de tenniscourt hebben gespeeld. Zo in kleine rondjes. Maar 4 jaar geleden in coronatijden. Heeft de heer Robin Jayasuriya het naar Bonaire gebracht. En met name naar Jong Bonaire. De naschoolse opvang dus, Jong Bonaire. En heeft daar het geïntroduceerd. Aan de ene kant voor de jongeren. De kinderen die daar dus blijven. En andere heel veel activiteiten doen. Maar die zijn toen ook begonnen met pickleball. In de avonden zijn wij dan begonnen met kleine groepjes volwassene mensen proberen te interesseren voor pickleball. En dat is dus nu heel veel gegroeid de hele tijd. En nu spelen we dus ik denk 40 mensen inmiddels op Bonaire. Helaas op dit moment niet in Jong Bonaire, want het wordt gerenoveerd, de hal. We spelen 2 keer per week bij de Chinese Association Bonaire. Dinsdagavond en donderdagavond. Lo que te pasa hoy, no estaba en el último día de clínica. El discurso estaba no estaba más contento con la opcoms de jóvenes. Y nada donaba smack para seguir. Para seguir así cosas para mí. A mí también se poco a poco, no se llega, camina no que llega. Camina no que llega, está no selección de fast pitch. Y también nos llama Danke, natur y coach, que donan aporte. Na e clínica pa e 3 días nan aquí y también un caluroso agradecimiento pa eso nan de Aruba, Holanda y Corsou ku apini bi engrandece e clínica. La bai hopi bon, e mucha nan ta hopi entusiasmo, hopi entusiasma nan ta batata, nan a bisa nan a pasa bon, nan a pasa dushi, dus nan ke mas, dus nos ta bai sigi organiza mas, anto asin aquí, ta equipo nan di damas nan po kumisa busca hobe nan yon moda ku nos po crea e fast pitch pa nos po tin competencia. Ahora que Ribefeld eigenlijk dat een week die training eta entre KPCN y algún coach nan ku adume ku e siman di e clínica anto paso otro siman ti un torneo anto nanda participa. Que me da así un invitación, aunque torneo no está de nos, de FBSB, pero está de web, encuentra de nan 60 años, nan está organizando un torneo comercial, con team nan de AFO, también team nan local, entonces está en cuanto con web sus 60 años, nan está organizando el torneo.